Lasse, hoe zijn de afgelopen dagen voor jullie als groep geweest? Nou, dat waren zware dagen, ja. Ik denk dat wij het veel over gesproken, goed over gehad. Maar dit zijn wel donkere dagen, ja. Kijk, gelukkig gaat het goed. Hij ligt natuurlijk nog in het ziekenhuis, moet nog wel onderzoeken, maar hij heeft hem in de bus gebeld. Hij gaat hem vandaag even tijdens de lunch even bellen, videobellen. Maar het is, het haakt er natuurlijk wel in. Kijk, die beelden en die foto's komen natuurlijk continu weer terug. Dus word je wel elke keer herinnerd aan dat moment. Ja, en dan wacht morgen alweer een wedstrijd. Is dat moeilijk om daar naartoe te schakelen? Ja, natuurlijk. Met dit in de achterhoofd, dat zit er natuurlijk nog. Maar goed, we weten ook hoe het is. Het gaat gewoon door. Volgende dag zijn we ook weer op het veld. Weet je, zo is het ook. Maar het is wel even een wedstrijd met een ander gevoel, ja. Dat Bas jullie zondag al spreekt in de bus, maandag, dat vandaag weer gaat gebeuren. Halen jullie daar veel steun uit? Ja, absoluut, natuurlijk. Jullie weten ook een beetje hoe Bas in elkaar zit. En als je dat grote laag van hem ziet, dan dat doet wel veel goed. Dus het is wel fijn om van de persoon zelf te horen. En dat dit gewoon natuurlijk Bas. In plaats van dat je het overal moet lezen en 4-4 moet horen. Dus dat is wel fijn. En ik denk ook vandaag even tijdens de lunch is ook wel even goed voor iedereen. Ja, heel anders dan normaal natuurlijk. Je hebt iets meegemaakt wat een behoorlijke indruk heeft achtergelaten. Iets wat je ook absoluut natuurlijk niet verwacht op het voetbalveld. Dus dat is heel anders dan dat je normaal een afdronk van een wedstrijd hebt, zou ik maar zeggen. En daar heeft ook veel de nadruk op gelegen. Uiteraard hebben we getraind en toegewerkt naar de volgende wedstrijd. Alleen ergens heb je toch ook wel andere dingen in je achterhoofd. Je zegt we hebben getraind. Hebben jullie nog andere dingen gedaan? Ik kan me voorstellen dat je een andere weekplanning hebt ook dan normaal. De planning was op zich, die hebben we wel gevolgd. Alleen de dag na de wedstrijd hebben we met elkaar gezeten en de situatie besproken van Bas uiteraard. En ook gewoon besproken met elkaar, wat is er nou eigenlijk gebeurd en wat hebben we ervaren. Ja, dat is natuurlijk anders dan normaal. En ik denk dat het ook logisch is, hè, want het heeft een behoorlijke impact gemaakt op de jongens en ook op ons als staf en ook op mij. Dus daar heb je het met elkaar over. En dat merk je wel zo gaandeweg de week, dat er als een sluier een beetje over ons heen ligt. Het helpt wel, hè, dat Bas zelf heel positief is en... dat het ook goed met hem gaat en naar omstandigheden goed met hem gaat. Dus dat is wel fijn, alleen ergens voel je het natuurlijk wel. Ja, want jullie hebben Bas ook al een paar keer gesproken over de telefoon of via beeldbellen, hè? Nou ja, in eerste instantie al zondag meteen na de wedstrijd of meteen toen wij in de bus terugrijden. Ergens onderweg heeft hij mij gebeld, FaceTime. Dus dan heb ik dat in de bus laten zien, zeg maar. Dus dat gaf natuurlijk een enorm goed gevoel. En ja, we hebben... wel elke dag contact met hem. Alleen ja, weet je, het is ook belangrijk dat hij zijn rust krijgt. Dus dat proberen we wel een beetje te minimaliseren. Je bent een ervaren speler in deze groep. Jij kent Daley Blind, je kent Christian Eriksen. Die ook zoiets hebben meegemaakt. Helpt dat jou ook nog op een of andere manier om dit een plek te geven? Ja, misschien wel. Ja, ik heb het helaas te vaak moeten meemaken. Ik heb ook gelijk dezelfde dag nog Christian aan de telefoon gehad, die vroeg erom. Dus daar heb je wel steun aan elkaar. En hij heeft natuurlijk zelf meegemaakt, dat is wel fijn. Weet je, dan ook als je vragen hebt, zei hij ook, als ik ergens mee kan helpen, dat is natuurlijk wel mooi. En we hebben ook met de groep ook goed over gesproken en dat moeten we ook blijven doen. Ik denk dat het belangrijk is dat we blijven praten. Kijk, iedereen... gaat met zijn emoties om op verschillende manieren. Sommigen willen huilen, sommigen willen lachen, sommigen willen schreeuwen en dat is oké. En ik denk dat het belangrijk is dat je het wel van je afpraat. Of je nou met vrienden of familie of een collega of met je aanvoerder of je trainer, dat maakt niet uit. Zolang je er wel niet alleen mee blijft zitten. Want dit heeft wel impact en misschien komt het niet binnen de 4-5 dagen, maar het kan ook over een week komen. Dus ik denk dat het belangrijk is en dat doen we goed. En we hebben natuurlijk ook Paul van Swam, onze sportpsycholoog, die ook rondloopt. Dus we worden goed geholpen daarin. Want hoe gek ook, morgen om 9 uur gaat er een fluitsignaal. Gaat die knop dan om? Ja, dat gaat wel. Wat ik zei, het is wel een wedstrijd met een iets ander gevoel, maar... Maar we weten ook dat Bas het niet anders zou willen, dat wij vol gas geven. Maar dat het anders zou zijn, ja,
Dat lijkt me wel logisch. Ja, weet je, ik denk ook als sporter is het wel fijn dat je gewoon je gaat focussen op het volgende wat er gaat komen. Dus dan is ook een soort van afleiding en een soort van concentratie waar je weer naartoe gaat. En ik denk dat Bas had gezegd, je moet gewoon voetballen. Dus dat speelt ook mee. En goed, daar moeten we ook niet te veel mee bezig zijn, denk ik. We moeten gewoon voetballen en we moeten gewoon laten zien wat we kunnen. Ja, dus morgen om 9:00, als dat flesje al gaat, dan staat iedereen wel op dat veld van, we gaan Roda proberen te pakken. Ja, nee, 100%. Daar ben ik van overtuigd dat iedereen die concentratie heeft en ook dat graag wil. Hè. En we willen, ondanks dat we geen punten hebben meegenomen uit Alkmaar, zeg maar, wel het gevoel wat we als elftal hadden in die wedstrijd meenemen. Nou, dan is morgen de eerste keer om dat te doen. Er moet ook ruimte zijn voor een dolletje hier en daar dan, denk ik. Ja, nee, maar absoluut. Tuurlijk, we hoeven niet alleen maar met onweer op het gezicht te lopen. Voor sommigen is het juist fijn eruit te komen. Even met vrienden en even met collega's lachen. Want veel fans vragen zich wel af, heb jij weer een weddenschap verloren? Of, Nee hoor. Ik heb altijd gedaan waar ik zin in heb. En dat had ik nu even. En morgen ga ik weer naar de kapper, dan is het weer donker aan de zijkant. Dus het groeit wel snel uit. Maar nee, ik heb altijd gedaan door mijn hele leven heen. Sommigen vinden het leuk en sommigen vinden het verschrikkelijk. Ook allemaal prima. Het valt in ieder geval op. Dat lijkt me wel duidelijk, ja. Met wie kan je dat doen? Want volgens mij ontbraken er een aantal spelers op de training vandaag. Ja, met wie niet kun je dan beter vragen. Maar... Ja, we missen wel een aantal jongens. Hè. Brian, die mist wel een tijdje. Bram, hè, die ziek is geweest. Sontje, die ziek is. Bas, die uiteraard er niet bij is. Philip Sandler is er niet bij. Cas de Wit is er niet bij. Dan hoop ik dat ik er ben, maar het kan goed zijn dat ik er een vergeten ben. Wie gaat er keepen? Robin Roefs, die gaat keepen. Denk ik ook goed voor zijn ontwikkeling. Dat is eigenlijk ook een soort van afspraken die we... Nou, niet op papier of zo hebben staan, maar die we wel gemaakt hebben, dat hij in de beker kiept. Ook om het goede gevoel een beetje terug te kijken, kan ik me voorstellen dat jullie de samenvatting van de laatste wedstrijd tegen Roda JC nog een keer aanzetten. Die kan jij ook nog wel herinneren, denk ik. Ja, ik moet eerlijk zeggen, nu je het zegt, begin ik erover te lachen. Ik heb er nog niet over nagedacht, maar dat was de halve finale play-offs, de thuiswedstrijd. Met een half vol stadion, volgens mij. Ja, dat was op naar iets heel moois. En laten we er morgen weer voor zorgen, zou ik zeggen.